Een enorme domper voor de filmproductie Of ik gek ben, het regiedebuut van Frank Lammers. Afgelopen nacht is bijna de complete lichtinstallatie gejat. De lichtinstallatie werd gestolen uit een vrachtwagen die op het Vredesplein in Eindhoven stond. Daar staan vandaag filmopnames gepland. De schade is zo'n 50.000 euro. Een enorme tegenvaller, zeker omdat het een heel karwei was om de film gefinancierd te krijgen. Het meeste geld werd via crowdfunding bijeengeschaapt. En in Eindhoven staat verslaggever Rob van der Broek. Ja, Rob, die hele lichtinstallatie dus gejat. Dat moet enorm balen zijn voor die mensen daar zo achter jou. Ja, dat is natuurlijk altijd balen als zoiets gebeurt. Maar extra wrang is het eigenlijk omdat het hier om de laatste scènes ging die vandaag en morgen opgenomen worden. Dus waarom mensen dat gedaan hebben, het is gewoon zonde dat het voor die mensen gebeurd is. Hier in Eindhoven, de filmmakers balen dus ook stevig van de situatie. Ja, Eindhoven, de gevaarlijkste, doet zijn naam eer aan. We hadden de bus laten staan. Misschien niet heel slim, dat weet ik niet. Maar wij dachten dat dat kon. We hebben veel gegeven, gekregen van Brabant. En nou hebben ze iets teruggenomen. Ik hoop dat ze er plezier van hebben. Zijn de opnames van jullie film nou in gevaar door, laten we dit dan toch maar een incident noemen? Nee, het komt niet in gevaar, maar het is wel heel vervelend. Het is gewoon niet leuk. Het is geen leuke opstart van de dag. Het gaat allemaal supergoed tot nu toe. We zijn echt heel blij en het is echt heel fijn om te draaien in Eindhoven al 19 dagen. En dit is dan toch een beetje een domper. Ja, Rob, de opnames vandaag komen dus niet in gevaar. Maar hoe zit het met die planning? Komt die film nog af op het moment dat dat zou moeten? Ja, want de belichting die ze dus kwijt waren omdat die gestolen is, die hebben ze voor vandaag en morgen opnieuw ingehuurd. Morgen zijn die laatste opnames. Goed, Frank en Mike die balen dus ontzettend van de situatie. Maar als de dieven nou berouw krijgen, ze mogen de spullen terugkomen brengen. En dan krijgen ze ook nog een rolletje in de film.